Nou, hier aan de overkant van het water, verscholen achter die bomen, ligt Fort Penningsveer. En dat was ooit onderdeel van een verdedigingslinie rond de hoofdstad, 135 kilometer lang. En ten tijde van oorlog zou dan de regering en het leger en het koningshuis zich terugtrekken achter die linie. En dan liet men hier alles vollopen onder water. Net te ondiep voor schepen, maar wel te diep voor man en paard. En terwijl u nou naar de volgende locatie gaat, zou ik willen vragen, de stelling van Amsterdam, zo wordt die genoemd, van wanneer is die?